blijf in uw kot. Ik meen het, blijf in uw kot. Ik meen het. Hallo kijkers, het is dinsdag 7 april en ondertussen de 17e aflevering van de Lockdown Show. Ik kreeg berichtjes van een paar mensen die zeggen: Bernard, ik zie jouw Lockdown Show niet passeren op Facebook. Ja, dat hangt af van de algoritmes die Facebook hanteert. Nu, wil je geen enkele episode missen, kun je natuurlijk volgen op YouTube. Of gewoon de Lockdown pagina. Als je daarop like klikt, zie je elke dag de Lockdown Show passeren. En Sven uit Brugge, dat is trouwens de drummer van de oi-band The Pride, die zegt mij: Bernard, Rad van mijn Hat is een dagelijks rubriekje en niet wekelijks. Inderdaad Sven, ik heb dat inderdaad verkeerd gezegd. Met deze, het is een dagelijks rubriekje. En het doet mij plezier dat de kijkers zo aandachtig kijken. Maar ja, Rad van mijn Hat, laten we meteen ermee beginnen. Rad van mijn Hat. Oké, en nu gaan we terug draaien aan dat rad. Belgian Bomber geeft Europese titel door aan Dutch Fighting Machine. Oké, dit artikel is van 2016. Ik was voor de vierde keer Europees kampioen en ik had er zo een beetje genoeg van. Ik had die titel inderdaad vier keer gewonnen, maar voor mij hoefde het niet meer. Het is een redelijk druk programma. Als worstelaar gewoon kun je ongeveer je programma wat zelf regelen. Hoeveel matchen je wilt in een maand, welke landen je verkiest om niet te doen, welke je wel wilt doen. Maar als Europees kampioen heb je die keuze niet. De federatie beslist: hey, vrijdag ga je naar Wenen, zaterdag zit je in Milaan, de week erna ga je naar Madrid. Dus in feite kun je daar geen nee zeggen. Er zijn persmeetings, special appearances, matchen. Nu, ik heb dat jarenlang met heel veel plezier gedaan, maar nu ben ik dat een beetje beu, dus ik heb die titel opgegeven. En wat gebeurt er? De federatie die organiseert een toernooi voor een nieuw kampioen. Nu, ik heb dat een klein beetje bewust gedaan rond kerst, omdat ik wist dat er in januari en februari dan achtste finales en kwartfinales gebeuren. En ik had het geluk dat we de halve finales en de finale in Brugge konden doen in het Tempelhof. Wie zat er nog in de halve finale? Uit Frankrijk, Jimmy Gavroche. Uit Italië, Italian Dream. Uit Kroatië, Andrea Jokic. En uit Nederland, Kenzo Richards. Voor de mensen die aanwezig waren, jullie weten wat er gebeurd is. Kenzo Richards heeft de titel gewonnen. Vandaar ook het artikel The Dutch Fighting Machine. Nu, ik heb van Kenzo vernomen dat zodra we een nieuwe datum hebben voor het Tempelhof, het evenement hier in Brugge, zal hij deze vastzetten en zal hij aanwezig zijn op dit evenement en zal hij de titel terug verdedigen. Dus dat is al iets om naar uit te kijken. Annelore uit Bredene, die heeft erg genoten van mijn verhaal over Troy, die scheet gelaten heeft in de gym. Nu, heb je nog van die grappige anekdotes? Nu, Annelore, ik vind dat je echt, als mijn biografie uitkomt, moet je mijn boek kopen, want die zal volstaan met van die gekke verhalen. Nu, ik heb er nog eentje. Ik denk dat het 2002, 2003 was, die periode. We gingen op tour naar de Indische Oceaan en we zaten op het eiland Réunion. Prachtig, exotisch paradijs. En de mensen daar zijn gek van wrestling. En wat gebeurt er? Als je lang op tour bent, sommige wrestlers leren daar een dame kennen en die beginnen daar een affaire. Ze hebben daar een liefje. Ik ga geen namen noemen, maar er was daar één van die wrestlers die inderdaad een liefje had leren kennen op Réunion. Een grote liefde. Het kon er niet vanaf. Maar op het einde van de tour, hij moet terug naar huis. Kortom, het jaar erna gaan we terug op tour naar de Indische Oceaan en zitten we terug op Île de Réunion. Hij zo tevreden, hij zal zijn liefje terugzien. En wat merken we? Die dame heeft ondertussen een baby van 3 maanden oud. Dus eventjes uitrekenen. 3 maanden geleden geboren, 9 maanden. Wat kan dat betekenen, hè? Zegt hij opeens, maar
Dat is toeval, zegt hij. Ik heb thuis... mijn vrouw is ook bevallen van een baby. En die is nu ook 3 maanden oud. Ik zeg, oh my god. Besef je wat dat betekent? Ja? Die baby hier op het eiland Réunion, die is van jou. Maar ik vrees dat die baby thuis bij je vrouw van een andere vader is. Hè? Nu, ik weet niet of hij nog samen is met een van de 2 dames. Ik heb er ook geen idee van of hij een DNA-test heeft laten doen. Nu, dit was echt te grappig, maar tegelijkertijd ook toch wel wat dramatisch. Kelly uit Gent, die vraagt mij, Bernard, wat eet jij het liefst? Wel Kelly, ik zie aan uw familienaam dat je roots hebt uit de Balkan, ik denk Bosnië. Dus jullie kennen heel wat van lekker eten. Ik heb daar fantastisch gegeten in de ganse Balkan. Nu, ik ga proberen een top 5 samen te stellen. Nu, het is willekeurig. Nummer 1 kon ook nummer 5 zijn. Het zijn gewoon mijn 5 maaltijden die mij het beste zijn bijgebleven. Dit is op nummertje 1, de Tocitura de Pui Moldonovescu. Iets in dat jaren. Dus ja, ik zat in Boekarest, Roemenië en heb daar een heel lekker stoofpotje gegeten van kip met groenten. Heerlijk gekruid. In Roemenië dus. Op nummertje 2, de ginger mutton met biryani. In Pakistan eten ze spicy, maar enorm lekker. Dus dit is hier schaap met gember en met de biryani, de speciaal bereide rijst. Op nummertje 3, de pleskavica. Het is een ietsje spicy gerecht dat ik at in Belgrado, de hoofdstad. Maar oh my god, het was een simpel folklore restaurantje. Ik had er niet veel van verwacht, maar wat een verrassing. Op nummertje 4 in Marokko, een lamstagine met gekarameliseerde ajuin. Heerlijk. Nu, de eigenaar van het restaurant had mij iets anders voorgesteld. Hij zei, we hebben een specialiteit van het huis. Het heet Le Réunion Bleu. Ik zeg, wow, la classe. Wat stelt het voor? Ben monsieur, ce sont les testicles du chameau. Kamelenkloten dus. Ik heb gezegd, ik zal die tagine toch nemen en ik ben blij met die keuze, want het was echt lekker. Ik weet niet of er in België ergens een Marokkaans restaurant bestaat waar ze die tagine op die manier maken, want deze was echt fantastisch. Op nummertje 5, de golobkje uit Polen. En Polen ook fantastisch gegeten. Wat is golobkje? Het wordt in gans Oost-Europa gegeten. In Roemenië noemt het sarmale. In Bulgarije noemt het sarma. In Rusland noemt het galuptsi. Dat betekent duifje. Nu, het is geen duifvlees. Het is een soort van gehakt met groenten en kruiden. En dat in koolbladeren gedraaid. Dat kan witte kool zijn, ook wijngaardbladeren. Heel lekker. Mensen, hebben jullie iets memorabels gegeten op reis in een van de verre landen? Zet het in een reactie, eventueel met foto, want ik begin al honger te krijgen. Shannon uit Oostende die vraagt mij, Bernard, wat is het ergste dat jou ooit is overkomen? Wel, Shannon, mijn antwoord zal waarschijnlijk dezelfde zijn van vele van jullie kijkers. Het ergste vind ik in feite nu, ja, dit coronavirus. Bijvoorbeeld iemand die een heel losbandig liefdesleven heeft en constant met anderen het bed induikt, onveilig, die weet dat hij kan besmet geraken. HIV. Het is zijn eigen keuze, zijn eigen schuld. Iemand die elke dag een pak sigaretten rookt of een 10 pinten drinkt, die weet dat hij of zij het later zal bekopen. En als ze 35 zijn, gaan de mensen denken dat ze 50 zijn. Sowieso. Maar met het coronavirus is het toch anders, hè? Je kunt gewoon om boodschappen gaan, het verkeerde karretje vastnemen en wap, je bent besmet. En er zijn mensen die sterven van corona, hè? Absoluut. Dus je hoeft in feite niet echt iets verkeerd te doen. Gewoon niet opletten en je hebt het. Dus vandaar, wees alsjeblieft voorzichtig. Dit is het ergste dat ik heb meegemaakt. Geen wedstrijd, niets in de muziek, niets in de politiek, maar echt dit, het coronavirus. En hiermee sluiten we deze 17e aflevering van de Lockdown Show af. Blijf jullie vragen sturen, opmerkingen, aanmerkingen, want zonder jullie blijft dit programma niet bestaan. Nog een prettige avond en see you tomorrow. Blijf in uw pot. Ik weet, blijf
uw pot.